Hallo en welkom bij deze avond- en ochtendroutine. Ik ga jullie deze 2 dagen meenemen in mijn avond- en ochtendroutine. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe alvast een duimpje omhoog en ik wens je heel veel kijkplezier. Goed, het is tijd om eventjes het werk af te maken wat ik dus die dag aan het doen was. Het is altijd echt een einde van mijn dag, om het zo te zeggen. Ik heb hiervoor natuurlijk al avond gegeten, dus dat is vaak hiervoor wat er gebeurt. Maar nu is het tijd om het werk af te ronden en dan pak ik mijn kleding, vaak slaapkleding, en dan ga ik naar de badkamer. Want het is tijd om dan eventjes te gaan douchen. Is iets wat ik vaak 's avonds doe in plaats van 's ochtends. Ik vind het fijner om 's avonds te douchen, dus dat doe ik ook hier. En 's avonds poets ik ook altijd mijn tanden gelijk onder de douche. Dat is toch het makkelijkste. Als ik gedoucht heb, ga ik mijn skincare doen. En vaak bestaat dat gewoon uit een reinigingsmelk of een reinigingslotion. Daarin maak ik mijn gezicht mee schoon. Vervolgens doe ik er een cremetje op. En dan is mijn skincare voor die avond gedaan. Dan is het tijd om eventjes de lampen aan te gaan zetten en eventjes mijn bed af te gaan halen en alles eventjes op te ruimen en af te sluiten wat ik die dag heb gedaan. Zo ook even mijn rolluiken goed dicht, want ja, ik hou er niet van als er licht door mijn kamer komt. Eventjes alles van het bed afhalen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Vaak haal ik alleen de grote kussens weg, want op de andere twee kussens slaap ik heerlijk. Dan is het tijd om een eenpersoonsdekbed te pakken. Ik heb een tweepersoonsdekbed, maar ik slaap toch liever onder een eenpersoons. Dan check ik nog heel eventjes mijn telefoon, want dat is toch ook wel een dingetje wat ik nog eventjes wil doen voor ik ga slapen. Het is niet goed, maar het gebeurt wel, jongens. En als dat is gebeurd, leg ik mijn telefoon aan de lader, zet ik mijn wekker voor volgende dag en ga ik heerlijk slapen en zet ik mijn lampen uit. Dan is het de volgende ochtend. Net wakker, na mijn alarm. En jongens, vaak ben ik iemand die heel makkelijk en snel uit bed gaat. Ik had er deze ochtend toch wel even iets meer moeite mee. Goed, eenmaal toch op te gaan, 5 minuutjes later, dan ga ik gelijk naar de badkamer, want ik moet vaak heel nodig plassen 's morgens. Dus dat is eigenlijk het allereerste wat ik 's morgens doe. Even doortrekken natuurlijk. En dan ga ik meestal gelijk mijn skincare doen. Om even goed wakker te worden, even mijn gezicht wassen met koud water. Vervolgens een lotion op het handdoekje, dat even insmeren, cremetje op. En dan is mijn skincare voor deze ochtend ook weer gedaan. En een tip, jongens, neem je nek altijd goed mee. Dan is het tijd om eventjes de rolgordijnen open te doen. Want 's morgens wil ik toch wel wat licht in mijn kamer. Als ik heel vroeg moet werken, laat ik ze vaak overwegen. In dit geval was ik vrij, dus gaat het gelijk helemaal open. Dan is het tijd om mijn bed op te maken. Dat is vaak veelal het eerste wat ik doe 's morgens. Even de kussens erop, alles recht trekken. En dan is dat ook weer netjes. Zo kan je niet terug je bed in. Dan pak ik even wat kleding voor deze dag. Ik ging vandaag voor een zwarte legging. Een oversized pantertrui. En voilà. Het is aan. Ik had geen make-up op vandaag. Niet zoveel zin in. Maar uiteindelijk, als ik aangekleed ben, ga ik naar beneden. Want wat is er liever dan eventjes gauw de keuken opruimen 's morgens en daarna genieten van. Thank you.
jawel, een heerlijk kopje koffie. Het lekkerste waar ik 's morgens naar uitkijk is een heerlijk kopje koffie om even rustig mee wakker te worden. En in dit geval ging er iets van melk in de koffie, maar vaak is het helemaal zwart. Maar ik dacht vandaag, we gaan iets wat anders doen. Dan is het vaak eventjes beneden op de bank chillen. Mijn moeder was hier nog niet wakker en mijn vader die was al aan het werk. Dus ik was eventjes lekker alleen beneden. Vaak dan ga ik even wat YouTube kijken en genieten van de koffie. Vaak op TikToks, Instagram. Ik scroll gewoon door mijn hele social media. Dat doe ik echt pas als ik helemaal klaar ben. Eerder zit ik nog niet aan mijn telefoon. Dan is het natuurlijk na de koffietijd om even terug naar boven te gaan en heerlijk even mijn raam open te zetten. Want jongens, het was heerlijk weer. Het was lekker fris. Daarna ga ik aan het werk. Ik ga kijken wat ik moet doen die dag. Een paar dingen in de planning schrijven. En als ik video's moet uploaden of editen, dan ga ik dat vaak ook gelijk doen. Het is handig om, vind ik, gelijk te beginnen met dingen. Of in ieder geval alles op te schrijven wat je moet doen die dag. Want anders schiet het langs je heen en heb je er geen erg meer in. En ja, dan vergeet je wel eens dingen. Ik ben heel erg van de lijstjes, dus ik vind het heerlijk om alles op te schrijven. En ja, in dit geval moest ik nog een video editen. Daarna is het natuurlijk niet te vergeten eventjes de tanden poetsen. Want wie wil er nou een vieze adem en wie wil er nou etensresten tussen zijn gebit? Het is belangrijk om je tanden te poetsen, jongens. Ik doe dat dan ook elke dag. Zo deed ik dat hier ook. Even een heel leuk shot van mij hoe ik mijn tanden poets. Eventjes de mond spoelen. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja hoor, de mond is gespoeld, even afdrogen, alle tandpasta resten van de mond en dan ben ik helemaal